Mijn naam is Erik Vloeimans, ik ben trompetist, jazz-trompetist, pop-trompetist. Ik zit ook in de klassieke hoek en mijn ding is een beetje om het allemaal een beetje te vermengen en mijn eigen verhaal ervan te maken. En vanavond speel ik op het internationale jazzfestival in Enschede met mijn collega Colin Benders en die is beter bekend onder de naam Kiteman. Mij gevraagd om een project met hem samen te maken. En ik dacht dat het heel erg leuk was om hem in mijn groep uit te nodigen. Mijn groep is Gatecrasher. Ik ben trompet gaan spelen op mijn, het zal mijn 11e zo ongeveer geweest zijn. Toen had mijn leraar Peter van Helvoort op de muziekschool, zelf trompetist natuurlijk, die had les van Nico Langehuizen in arrangeren en componeren. En ook in improviseren. En dat bracht hij een beetje op mij over. Dus dat zijn mijn eerste grondbeginselen die te maken hebben met het improviseren. Vanaf dat moment is het eigenlijk een beetje verder en verder en verder gegaan. Ik heb heel veel groepen gespeeld in Nederland, van Pierre Coubert tot Michiel Braam tot Dick de Graaf tot Nico Langehuizen. Gewoon een heleboel dingen gedaan. En uiteindelijk blijft er steeds meer over wie je dan zelf bent. En daar ben ik eigenlijk heel erg mee aan de gang gegaan. Met mijn eigen verhaal te ontwikkelen. Is wat je zelf kunt doen eigenlijk aan je ontwikkeling. Die ontwikkeling die je zeg maar in de jaren meeneemt met jezelf. En dat je steeds meer jezelf wordt. En dat je steeds het avontuur blijft aangaan en steeds het plezier blijft houden in hetgene wat je doet. Het is eigenlijk gewoon zoals het ook heel erg leuk is natuurlijk om het leven te doen. Dat je jezelf blijft vinden en heel goed naar jezelf kijkt wie jezelf bent en wat je eigenlijk vanuit je hart wil doen.